Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, heeft bekendgemaakt dat vanaf 15 maart er kosten zijn voor het maken van een e-ID-kaart. Er zijn ook boetes voor 17-jarigen of ouderen die nooit eerder een ID-kaart hebben aangevraagd. Voortaan moet er 75 SRD betaald worden bij de aanvraag van de ID-kaart, terwijl de boete is vastgesteld op 200 SRD. In de ID-kaartenwet 2018 is onder andere opgenomen dat bij het aanvragen van een ID-kaart kosten en of boetes zijn verbonden. Volgens de overgangsbepaling moesten binnen 3 jaren na de inwerkingtreding van de wet alle oude ID-kaarten kosteloos worden vervangen bij overlegging van de oude ID-kaart. Het CBB heeft gedurende deze 3 jaren na de inwerkingtreding de burgers opgeroepen om hun e-ID-kaart aan te vragen. Uit statistieken van het CBB is gebleken dat per 15 maart 2022 ruim 80% van de burgers gehoor heeft gegeven aan de oproep om kosteloos hun ID-kaart aan te vragen. Vanaf morgen 1 april tot en met 30 april 2022 hanteert het CBB verruimde openingstijden op alle ID-booths. Deze ID-units zijn langer open van maandag tot en met vrijdag van 7 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags.